Hey jongens, wat ik wil vandaag met jullie is deze twee illustraties bekijken. We bekijken deze twee. En dat moet je koppelen aan die les van gisteren. Wat is nou het verschil tussen meiose en mitose? Ja. Ik heb geen idee. Hier zegt iemand ik wel. Help eens. Ja, jij zegt poes Henneken. Ja, kijk, dat is wel een goede vraag. Ik wil vandaag beginnen met de mitose. Het verschil tussen de mitose, want dat is grappig, want daar gaan we aan beginnen. Mitose is iedere celdeling voor groei, vervanging en herstel. Dus als een lichaam groeit, dan komt dat omdat daar mitotische delingen plaatsvinden. Als ik val en ik beschadig mezelf, dan wordt dat hersteld door mitotische delingen. Dus bij een mitotische deling ontstaat uit een cel met 46 chromosomen, ontstaat een nieuwe cel weer met 46 chromosomen. Die mitotische delingen vinden overal plaats. Van top tot teen. Snap je die? Ja. Meiotische delingen. Meiotische delingen, de meiose wordt ook wel de reductiedeling genoemd. De reductiedeling, daar zit het woord reduceren in. En bij de reductiedeling reduceer je de hoeveelheid erfelijk materiaal in de cel. Dus met andere woorden, je gaat van een cel met 46 strenge DNA door twee delingen naar vier cellen met 23 strenge DNA. De reductiedeling, het doel van de reductiedeling is de productie van geslachtscellen. Dus bij de vrouw de productie van de eicellen, bij de man de productie van de zaadcellen. Ik zei net, mitose vindt plaats van daar tot hier. De meiose vindt alleen maar in een bepaald deel in mijn teelballen plaats en in een bepaald deel van jouw eierstok. Bij jou als doel om eicellen te maken, daar heb jij je druk mee, 1 per maand. Bij mij als doel productie van zaadcellen, maar ik draai mijn hand niet om voor een paar miljoen per uur. Laten we even kijken. Jongens, als je kijkt naar de celcyclus, dan is dit wat in jullie boek staat. Een pas ontstaande cel gaat eerst in een G1 fase. Ik ga zo meteen uitleggen wat daar gebeurt. Als het goed is, gaat hij daarna in een S-fase, een G2-fase en een M-fase. Dus eigenlijk kan je zeggen, de levenscyclus van de cel bestaat globaal genomen uit 4 fasen. G, S, G2 en M. Dan gaan we eens in het specifiek kijken van wat doet nou die cel in die 4 fases. De G1. G1, je hebt gezien, hij is hier net ontstaan en die G1 fase is die eigenlijk alleen maar aan het groeien. Of in deze G1 fase doet die waarvoor die is aangenomen. Dus hij produceert een hormoon, of als die een zenuwcel is, glijdt die elektriciteit, of als het een spiercel is, zorgt die dat je kan bewegen. Dus in die G1 is groei of gewoon werken. RGE-fase, stofwisseling en celgroei. Dus wat is er gebeurd, jongens? Er is een cel gegroeid en die cel die is gegroeid gedurende die GE-fase en die denkt op een gegeven moment, ik wil nieuwe cellen vormen. Als hij naar zijn omgeving heeft gekeken of de ruimte genoeg is voor meer celgroei, als het verder het milieu goed is, voldoende voedsel noem maar op, dan gaat hij naar de volgende fase, naar de S-fase. De S-fase staat voor synthese. Dat is wat ik gisteren met Simone heb gedaan. Alle strenge DNA gaan zich dan kopiëren. Dus in die S-fase,
als voorbereiding op de kerndeling gaat hij dan in deze fase al zijn DNA kopiëren. S staat hier ook, de S-fase, DNA-replicatie of DNA-synthese. Heeft hij hier 46 strengen DNA? Aan het eind van die S-fase heeft hij er 92. Die 92 strengen, als heel de boel gekopieerd is, dan kan die naar de G2-fase. In de G2-fase gaat hij zeggen, is al mijn DNA goed gekopieerd? Dus hij gaat in deze G2-fase, gaat hij checken of alle DNA gekopieerd is. Hij gaat ook denken, ja, zometeen ga ik splitsen in twee dochters. Heb ik voldoende organellen? Nee, wat moet ik nog bijmaken? Moet ik nog mitochondriën bijmaken? Oké, ik ga mitochondriën bijmaken. Heb ik genoeg ER? Nee, niet genoeg ER om zometeen te verdelen. Ik ga ER erbij maken. Dus dat doet hij hier. Hij checkt hier of het DNA goed is gekopieerd en hij maakt celorganellen erbij. Als hij hier tot de conclusie komt dat de DNA niet goed is gekopieerd, dan stopt hier het feest. Zoals ik gisteren met Simone deed, ik had gekeken, nou het DNA was gisteren goed gekopieerd, dan gaat hij verder. Als blijkt dat de DNA verkeerd is gekopieerd, stukken vergeten of heel veel schrijffouten, stopt het in de G2, pleegt de cel zelf. Dat is een mechanisme, dat heet celapoptose. Dat bepaalt hij hier. Aan het eind van die G2, als hij zegt, oké, voldoende celorganellen, DNA in orde, omgeving nog in orde, er is nog steeds behoefte aan meer cellen, de omgeving is gunstig, dan gaat hij naar de laatste fase. Hier vindt de daadwerkelijke kern- en celdeling plaats. En eigenlijk, want ja, die fases is nog handig, want er komt nog een naamje bij. Die G1, die S-fase en die G2-fase, dat noem je allemaal de interfase. Ja, interfase, dat betekent een tussenfase. Ja, maar waar tussen dan? Tussen twee celdelen. En deze M-fase, dus dat is eigenlijk vierde fase uit zijn leven, daar gaat hij eigenlijk al dat DNA splitsen over al die dochtercellen die gaan ontstaan. Maar hij controleert of die in de omgeving nog cellen nodig zijn, maar dat is toch een beetje raar dat hij dat aan het eind van het proces controleert. Had hij hier ook al gedaan, hè? Dat doet hij. Kijk, zo'n cel is onderdeel van een grote geheel, hè? Van een lichaam. En hij checkt gewoon iedere keer, is mijn celdeling nog gewenst? Alleen soms niet. Dan wordt het een asociale cel. Dan wordt het een cel zonder gemeenschapszin. En dan noem je dat zo'n asociale cel. Die niet meer steeds in zijn omgeving kijkt van, is het wenselijk dat ik me deel? Dat heeft een naam. En hoe heet zo'n cel die niet meer zijn omgeving checkt en ongelimiteerd deelt? Nee, de kankercel. Dat heet de kankercel. Een cel die deelt en deelt en deelt, ook al is er eigenlijk helemaal geen plek, die dus niet steeds checkt of er nog behoefte aan is, dat noemen we een asociale cel en dat noemen we, dat heet een kankercel. Dit kan ik vragen, kijk, nou, dit is wel grappig, dit is de mitose. En nou moet je naar mijn verhaal van gisteren denken, steeds, oh ja, die drie fasen van de DNA. Draadvormig, als chromosoom bestaande uit twee chromatiden, of als half chromosoom bestaande uit één chromatide. Nou, kijk goed. Dit zijn celkernen en die zitten allemaal in die gele M-delingen. Dus die zitten in de mitose en niet meer in de interfase. Nou, maar het verhaal begint wel met de interfase. Dus eigenlijk kun je zeggen, dit is de G2, dit is net het laatste stukje van de interfase. Je ziet hier de celkern, het DNA is niet zichtbaar.
Nee, want dat is ook logisch. Want het is draadvormig. Dat heet dan probeer mij die laat twee zien. Kijk, wat zie ik nu gebeuren? En ik focus me alleen maar op het DNA. Je ziet, het DNA is al verdubbeld. En het begint te condenseren. Het beginnen van die strakke worstjes. Als ik een fase verder ga, kijk. Zie je het? Ik zie hier 4 chromosomen. 1, 2, 3, 4. Strak opgewonden. Ieder chromosoom bestaat uit 2 chromatiden. Op een gegeven moment denkt hij zelf van ja, nu moet ik heb het DNA wel verdubbeld. Dus ik heb hier de dubbele hoeveelheid DNA. Dus ik heb niet, ik begon hier met 4 chromosomen. Of met 4 strenge DNA. Hier heb ik 8 strenge DNA. Hier heb ik 8 chromatiden. Ja, hier gaat die cel denken, ja, nou moet ik aan mijn dochters, alle twee, de helft geven. Kijk, en dan komt Simone met die schaar. Gaat ze hier op die centromeren, gaat ze doorknippen. Kijk, daar gaat het. En het DNA, de chromatiden zijn nu uit elkaar getrokken. Iedere celkern krijgt 1 chromatine. En wat je hier weer ziet, de chromatiden ontwikkelen zich weer en er ontstaat weer DNA. Moet je goed kijken. We zijn begonnen met een cel hier met 4 strenge DNA, 8 strenge DNA, 8 strenge DNA, 4 strenge DNA, 4 strenge DNA. Aan het eind van de celdeling hebben alle dochtercellen dezelfde hoeveelheid DNA.